zijn met nieuwsbaas, staan hier met Erik aan Doornbos. Nieuws, MTV Mobile, in het kort in één zin, wat is dat precies? MTV Mobile is altijd online, meer minuten en meer MTV. Erik Jan, waarom sluit Hai zich aan bij MTV, vanwaar de co-branding? Omdat we twee supermerken hebben op het gebied van jongeren. De authenticiteit en de content, het communicatiekanaal van MTV. En wij als betrouwbare partner in de telecom en onze grote distributiekracht. Erik Jan spreekt over content. Welke speciale content gaat naar MTV Mobile? Nou, we hebben twee speciaal made for mobile kanalen. MTV Snacks met de series van MTV, The Hills of Nitro Circus of andere MTV bekende MTV series. En daarnaast hebben we MTV Tracks, wat er ook een made for mobile kanaal is met muziekclips. Daarnaast zullen we ook in de toekomst exclusieve previews gaan geven van series die nog niet op televisie te zien zijn. Die je als je member bent van MTV Mobile exclusief als eerste kan bekijken. Wat jullie gemeenschappelijk hebben is heel sterk zijn in de jongerenmarkt. En ook jongeren die wat te besteden hebben en een denk ik een brand awareness hebben. Die erbij willen horen. Hoe zit het met de oudere jongeren? De Comedy Central jongeren en dat soort dingen. Ja, de oudere jongeren, in principe of je nou over jongere jongen of oudere jongen, wij praten over jongeren tot een leeftijd van ongeveer 30. En iedereen die zich aangetrokken voelt tot MTV, die moet zich aangetrokken kunnen voelen tot dit mobiele merk. Betekent dat je ook de nieuwste clip van die Depeche Mode MTV Mobile kan vinden op Tracks & Snacks? Als ze weer een goede clip hebben afgeleverd, ongetwijfeld. Gaan jullie echt iets speciaals ontwikkelen voor de MTV Mobile, voor het netwerk en voor de content? Ja, wat we aan het doen zijn is, we zijn ook aan het kijken, hè. We hebben natuurlijk onze standaard audiovisuele content die natuurlijk op meerdere kanalen te zien is. We zijn ook bezig met het ontwikkelen van een applicatie, speciaal voor MTV Mobile members. En de doelstelling daarvan is om te kijken hoe kunnen we de mobile gebruiker betrekken bij het tv-scherm. En die is op dit moment vol in ontwikkeling. Het wordt heel spannend en er zit een duidelijke social media element in. En we hopen die over een aantal maanden aan de wereld tentoon te spreiden. Erik, jouw gevoelige vraag. Waarom geen iPhone? Het is een generieke vraag. En het is, wij voeren op dit moment geen iPhone vanuit KPN Totaal. Dus ook niet voor MTV Mobile. Maar is iPhone toch wel, ook in Nederland, een groot deel van de smartphone-markt? Zie je dat niet als een probleem om jullie groei, zeg maar, toch wel te dwarsbomen in de toekomst? Wij hebben met Hai de beschikking over andere toestellen. En die, zeg maar, Android software hebben, maar ook de BlackBerry. En dat is voor deze doelgroep zijn dat ook prima toestellen om succesvol te kunnen verkopen, die we nu met Hai ook doen. En die toestellen zullen ook gebruikt kunnen worden voor MTV. Oké, okay, laatste vraag. De M van MTV, wordt dat meer music of meer mobile? Allebei. Wat gaat overheersen? Ik weet niet, ik hoop mobile. Oké, okay, dankjewel. Dankjewel Niels, dankjewel Erik. Dankjewel. Graag gedaan.